19 teams speelden vandaag op Papendal om de Vitesse G-trofee, georganiseerd door Vitesse Betrokken. De Vitesse G-trofee is een voetbaltoernooi voor voetballers met een verstandelijke beperking. De teams gaan met elkaar de strijd aan voor de eer, de winst en de fair play prijs. Vandaag de G-trofee. Groot evenement, groter dan vorig jaar. Ja, we hebben het vorig jaar al aangegeven dat het heel goed beviel, zowel bij organisatie als bij deelnemers. Toen hebben we al gezegd, hier willen we eigenlijk een jaarlijks terugkomend iets van maken. En we hebben ook aangegeven, we zouden het groter willen, dat er meer ploegen mee kunnen doen. Nou, we hebben heel veel inschrijvingen gekregen, dus we doen het nu met 19 ploegen. Maar dat betekent wel dat we het nu over twee velden doen. Dat was met één veld niet mogelijk. Dus ik verheug me er enorm op weer vandaag. Ze hebben er al weken naar uitgekeken, want dit is het voor ze. Ja, dit is echt wel waar ze naar uitkijken. Dat hoor je ook wel van de begeleiders. Dit is wel een heel prachtig evenement natuurlijk. Samen sporten, samen bewegen, maar ook elkaar ontmoeten. Dus al die dingen bij elkaar. Je ziet ook steeds dezelfde gezichten terugkomen. Dus dan zie je ook dat ze het heel goed bevalt. En ik zie ook diverse vrienden die jij hier hebt rondlopen, want je wordt om de nek gevlogen. Ja, je ziet heel veel natuurlijk die elk jaar terugkomen. Dus, en dan herken ik ze gelijk en zij herkennen mij natuurlijk ook gelijk dan. Ja, dat is hartstikke leuk. We organiseren met Vitesse Betrokken natuurlijk heel veel evenementen. En heel veel projecten hebben we door de stad heen in de gemeente Arnhem. Maar ook al buiten de gemeente Arnhem. Maar dit is wel mijn favoriete project, moet ik zeggen. Het straalt er vanaf. Ja, dat vind ik echt geweldig. Ook al ik naar de warming-up zit te kijken. Ja, vind ik geweldig. Ja, de G-trofee. Hoe ging het vandaag? Ja, leuk. Het is lekker weer. Leuke mensen. Leuk. Heb je er goed voor getraind? Ja, ik train gewoon in de EDVIC waar ik speel, train ik ook één keer. En dan gewoon ook 's morgens ren ik, fietsen. Wel fit. Wat was de eindstand? 0-0. No. Maar er zat meer in, hè? Dat sowieso, ja. Ja. Ja, want je was lekker aan het coachen, hè? Je moet ook als je keeper bent, als je achterin staat, zie je ook meer dingen wat gebeurt en dingen om je heen. Je ziet heel veel dingen, zie je. En reageerden ze daarop? Bijna niet. Voor mij... Dus je moet er tegenaan de volgende wedstrijd? Dat sowieso elke wedstrijd. Roy, hoe gaat het vandaag? Ja, hartstikke goed. We zijn goed begonnen. En de sfeer is goed, het weer is goed. Dus gaan lekker. Wat is jouw functie? Doe je ook mee of je staat een beetje te coachen, zag ik? Ja, ik probeer mijn team zo sterk mogelijk te maken. Ik heb eerst in de spits proberen een beetje de ballen erin te schieten. En nu probeer ik ze naar voren te schreeuwen om toch succes te bereiken. Wat verwacht je vandaag? Wat ik vandaag verwacht is een mooie dag. We mogen op het trainingscomplex van de beste club van Nederland in mijn ogen spelen. Dat mag niet iedereen. Dus dat maakt het uniek. Niet elke Eredivisie club doet dit. Dus alle lof voor de organisatie. Ja, ik ga straks best nog wel wat leuke dingen laten zien. Wat speel je? Ik ben eigenlijk een allrounder. Ik kan achterin spelen, spits, waar de trainer me nodig heeft.